eerst en vooral wil ik iedereen graag bedanken die hier vandaag aanwezig is. Zoals vele mensen die hier al gepasseerd zijn en woordje hebben gedaan. Eerst en dan vooral allemaal dank wel voor hier massaal aanwezig te zijn. Ook ja, in het stadion, in de uitmatchen. En ja, als je zo ziet, zoals de wedstrijd op Zulte Waregem, dat het ja, uitverkocht uitvak, dat gaf ons een extra boost. Want 2-0 voorstellen en dan 2-2 terugkomen was zeker niet makkelijk. Maar met jullie geloof in ons en support hebben we dat toch over de streep kunnen trekken. En hebben wij aan ons voorseizoen een heel mooi vervolg kunnen breiden met de play-offs. En zijn we daar zesde op geworden. Eigenlijk afgelopen jaren, als ik hier in het begin kwam als prof, waren we aan het vechten voor degradatie. En als je nu kijkt, vorig jaar zesde, vandaag de dag staan we zevende en doen we volop mee voor play-off 1. Dus ik denk dat we heel goed op de weg zijn. En ja, 2023 was voor mij ook een persoonlijk heel mooi jaar om kapitein te zijn van deze mooie ploeg, mooie kern met fantastische spelers die nog een hele grote toekomst voor ze hebben. Maar ik ben zeker dat onze ploeg nog heel hongerig en ambitieus is en dat tot heel veel in staat is. Als je ziet dat we ja, zeker tegen iedereen kunnen winnen. En zoals velen hebben gezegd, van, ja, als we die play-off 1 willen halen, moeten we zeker ervoor zorgen dat we tegen die top 6 ploegen kunnen winnen. En dat gaan we eigenlijk wel proberen te doen vanaf zaterdag. Ook graag wil ik de jeugdwerking, de coaches van de jeugd, ook heel graag willen bedanken. Want zonder jullie ja, ging ik hier zelf persoonlijk ook niet gestaan hebben. Want jullie hebben er eigenlijk voor gezorgd dat ik in de eerste ploeg ben geraakt. En ik zie nog veel gezichten die ik herken van vroeger. Ook met delegees die me heel veel gesteund hebben. En ook zonder jullie ging ik, ja, ging ik nooit geraakt zijn. En zijn nu aan het werken op een volgende generatie. Die er een volgende stapje kan zetten bij de eerste ploeg van Cirkel. En ik zou hen graag ook willen bedanken. Doe zo verder iedereen. Wij doen alvast ons uiterste best om minimum even goed te doen als 2023. We gaan proberen toch voor het 125e jaar van Cirkel Brugge het mooiste jaar te maken in de geschiedenis. Dank u wel.